Morgen zijn dus de verkiezingen. De campagnes die zijn voorbij. En wat ik denk het meest gaan missen, dat zijn de proefballonnetjes. He? Van die opvallende, prikkelende ideetjes van politici, waarvan eigenlijk iedereen meteen weet dat ze geen kans maken, maar die wel zorgen voor lekker veel aandacht, vooral in campagnetijd. En ook dit jaar zijn ze weer massaal opgelaten. Den Haag ligt helemaal vol met van die gaspatronen. Dus, hoog tijd om er een paar te behandelen in... Precies. 99 proefballons of 99. We zien wel even hoe ver we komen. We beginnen met de PvdA en GroenLinks. Die willen namelijk gratis openbaar vervoer voor de armen, betaald door de rijken. Nou, vallen meteen twee dingen op. Het woord gratis, dat doet het altijd goed bij een proefballonnetje. En ten tweede, betaald door de rijken. Maar hoe werkt dat dan? We moeten dan de rijken mee de bus in. En ja... En dan één keer voor zichzelf inchecken en één keer voor de armen of zo. Nee, Roderick, nu check je weer uit. Oh! Ik weet het niet. Maar goed, het klinkt sympathiek. Wel fucking duur. Maar ja, een proefballonnetje is altijd gratis. Dus wat mij betreft... Tot ziens. Ja. Volgend proefballonnetje dan. Het CDA. Die willen de dienstplicht weer invoeren. Dat zou allemaal voordelen hebben. Goed voor het leger, goed voor de discipline. En je leert allemaal nieuwe mensen kennen die net als jij ook geen CDA stemmen. Het is alleen niet echt haalbaar. Eigenlijk volstrekt onhaalbaar. Dan kom je gigantisch in de problemen. Want met name als het gaat om de mensen die ze moeten opleiden. Onderofficieren, ervaren onderofficieren. Daarin is een groot tekort. Goede huisvesting, kleding om die mensen aan te doen. Ja, geen docenten, geen huisvesting en geen kleding. Dan krijg je dus een dienstjaar waarin mensen naakt in een veld liggen zonder dat ze worden getraind. Heeft John de Mol al een keer geprobeerd? Dat heette Utopia, was toen ook al kut. Oké. Volgende. Ja, dankjewel. D66 heeft ook een idee. Parkeerplaatsen verplicht overdekken met zonnecarport. En dit was niet de Brabantse tak van D66, hè? Gewoon verplicht overdekken met zonnecarport, jongen! Nee. Het was de landelijke afdeling van D66. Die wil alle grote parkeerplaatsen overdekken met zonnepanelen. En zonnepanelen... Helemaal voor, maar één probleempje. Het Nederlandse stroomnet zit vol. Hè? Met koelkasten en wasmachines en al die andere apparaten waar jullie porno op kijken. Dus ja, wat we echt nodig hebben, dat zijn dikkere stroomkabels en meer verdeelstations. Maar ja, met de slogan, wij komen uw straat openbreken voor de energietransitie, win je natuurlijk geen verkiezing. Dus ik zeg... SP in Noord-Holland gaat nog een stapje verder. Gratis zonnepanelen op alle Noord-Hollandse woningen. Kijk, daar heb je hem weer. Gratis. Dat is lekker hoor, gratis. Toch even kijken, wat gaat dat kosten? Ongeveer 5 miljard euro. En wat heeft de provincie Noord-Holland per jaar te besteden? Dat is 411 miljoen euro. Oké, dus ja, het kan wel. Maar dan zal Noord-Holland het de komende 12 jaar wel moeten doen... zonder streekvervoer, natuurbehoud en de gemeente Alkmaar. Volgend ballonnetje. Het plan Enschede moet een luchthaven krijgen van nationaal belang. Van de VVD. Of nou ja, de VVD. Eigenlijk van VVD-kamerlid en fanatiek wereldverslechteraar Daniel Koerhuis. Hij wil dus het bestaande hobbyvliegveld Twente uitbreiden naar een internationale luchthaven. Ik ben wel benieuwd. Heeft hij een beetje goede argumenten? Nou ja, ik kom zelf ook uit Overijssel en je ziet gewoon dat Oost-Nederland mist een vliegveld. Ja. Ze vliegen hier de hele dag over en dan hangen die piloten echt uit het raam van... Hallo, kunnen we hier ook ergens landen? Ik zie heel geen vliegveld, joh. En volgens vliegtuigfanaat Koerhuis gaat de Schiphol Group dat nieuwe vliegveld betalen. Nou, hebben die daar zin in? Even kijken. Een woordvoerder van de Schiphol Group zegt... Nee, dat is op dit moment niet aan de orde. Oké. Niet heel gek trouwens, want kijk... Twente Airport ligt op 58 kilometer van de internationale luchthaven Münster-Osnabrück. De VVD wil dus een internationale luchthaven... pal naast een internationale luchthaven. En hun volgende plan is om een kale vliegtuigidioot in te huren... voor in het kantoortje naast Daniel Koerhuis. Volgende. Volgende proefballon is van Ja 21. Asielzoekers niet meer in Nederland ontvangen, maar in Rwanda. Dat wil Joost Eertmans. Ja. 21 had weer een ander plan met vliegtuigen. Zij willen asielzoekers die in Nederland aankomen... overvliegen naar landen zoals Rwanda.
Kunnen ze daar op een verblijfsvergunning wachten? Nou, dat is typisch een gevalletje van opvang zo ver mogelijk buiten mijn regio. En deze proefballon is al best wel succesvol, want de Tweede Kamer gaat nu zelfs onderzoeken of het kan. Nou, die moeite kan ik ze besparen, want het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft al gezegd dat dit niet mag, omdat er een reëel risico bestaat op onherstelbaar leed bij de vluchtelingen. Nog eentje doen. Oké. De BBB in Gelderland wil dat de provincie per direct ingrijpt in de wolvenpopulatie. Afschieten moet mogelijk worden. Ze hebben het trouwens alleen over probleemwolven. Zelf spreek ik liever van kanswolven. Maar oké. Maar ze willen misschien ook wel verder gaan, namelijk welpen afschieten. Want volgens de BBB zijn dat de probleemwolven van de toekomst. Dus, nee, ja, ik weet. Arme wolven, jullie klappen voor de wolven, ik weet het. Maar het is toch een rare klus. Het is een heel raar werk, toch? Met een shotgun naast een barende wolvenmama staan. Maar ja, iemand moet het doen. Persen! Ja, heel zielig. En wat het een beetje ingewikkeld maakt ook, is dat de wolf in de Europese Unie een beschermde diersoort is. He? Dan kun je die beschermde status dan niet aanvechten in Europa. Nou, dat heeft Zwitserland vorig jaar geprobeerd. En toen zei de Europese Commissie, nee, gaan we niet doen. Slaat nergens op. Dus ik zeg... Nou, deze... Ja, is leuk, toch? Al deze proefballonnetjes lijken mij allemaal vrij onhaalbaar, maar je weet het natuurlijk nooit. Dus ik heb Tex van de onderzoeksredactie gevraagd om dit uit te zoeken. En ik geloof dat wij verbindingen hebben, dames en heren. Tex de Wit. Hallo Arjen en Godbloed vanuit het jaar 2063. Jezus, Tex, wat is er met jou gebeurd? Nou, 40 jaar is er gebeurd. Jij vroeg mij 40 jaar geleden, hoe haalbaar zijn de plannen voor de provinciale statenverkiezingen van 2023? Dat wist ik toen niet, maar nu wel. Dus ik bel jou vanuit de toekomst. Hé, wacht, kunnen jullie naar het verleden bellen daar? Wat? Ja, tuurlijk. Wauw, dus ik kan nu alles vragen over de komende 40 jaar? Ja, zeker. Shoot. Oké. Nou, ik sla een beetje dicht, merk ik. Maar oké, doe dan toch maar even over die proefballonnen voor de provinciale statenverkiezingen. Hoeveel zijn er daarvan doorgegaan? Laat me raden, geen één. Allemaal. Allemaal? Allemaal. Ja, het begon in Noord-Holland. Daar had iedereen binnen no time gratis zonnepanelen. Hè? Maar dat was toch heel duur? Kon Noord-Holland dat allemaal wel betalen dan? Nee, totaal niet. Nee, ze hebben Alkmaar moeten verkopen. Maar gelukkig gingen inderdaad die zonnepanelen ineens heel veel geld opleveren. Oh, en toen hebben we ze Alkmaar weer teruggekocht? Nee, dat niet. Ze vonden het eigenlijk wel prima zo. Maar van al dat geld is Noord-Holland daarna al het OV voor de armen gaan betalen. In heel Nederland. Wauw, is het OV dan niet heel druk geworden als zoveel mensen gratis mogen reizen? Eerst wel, maar toen hebben we veel asielzoekers in Rwanda kunnen opleiden tot buschauffeur en hierheen gehaald. En dat ging vrij soepel, want we hebben een luchtbrug tussen Rwanda Airport en International Airport Conglomerate Oldenzaal. Wauw, ja. Wat vet. Ja, het is wel jammer dat jij dit allemaal niet meer hebt kunnen meemaken. Is er iets met mij gebeurd dan? Ja. Maar wat dan? Ja, dat voert te ver voor nu. We hebben ook een dienstplicht trouwens. Gewoon een groep jongeren naakt in een veld neergelegd. En wat blijkt, als je die een jaar met rust laat, ontstaat er vanzelf een militaire elite-eenheid uit. Ja, oké, prima. Kunnen we even terug naar wat er met mij? Wat is er nou met mij gebeurd allemaal? Nou, ja, dat is alweer een tijdje geleden. Maar ik gaf een feest voor mijn 50ste verjaardag op de Hoge Veluwe. Ja. Het was een verkleed feest. Ja. En jij kwam verkleed als... Ja. Wolf. En toen, wat gebeurde er toen? Nou ja, er was die dag ook een team jagers actief van de BBB. En jij was natuurlijk al niet zo snel. Hoezo was ik niet zo snel? Nou, na het ongeluk in de Efteling. Ongeluk in de Efteling? Wanneer is dat dan? Tex? Sorry, Arjen. Ik moet gaan. Mijn lievelingsprogramma begint. Oh, maar nu kan ik nooit meer naar de Efteling. Wat? Oh, de avondshow bestaat nog. Wat leuk. Hey, dat is toch wel heel leuk, toch? Ja, leuk, ja. Het is dinsdag 13 maart 2063. Dit is de avondshow met Daniel Koerhuis. Nee, zet uit! Dit was... Oh, dat is ook nog wel een leuk verhaal. Kan ik dat vertellen? Ja. Nou, fuck it, ik vertel het gewoon. Super gênant. Nee, ik was een keer op zo'n feestje met allemaal BN'ers. En op een gegeven moment wie komt er ook weer binnen? Even tussendoor. Kijk nu de hele uitzending terug op NPO Start. Waar was ik ook weer? Oh ja, wie komt daar binnen met zijn haar helemaal door de war?